Goedemorgen, vrienden en familie in Nederland. Bij deze een groet en een wens vanuit het hete Mozambique in zuidelijk Afrika. Ik sta hier aan het begin van de kerstdagen in mijn korte broek. Dat is wel even wennen als je altijd dikke kleding gewend bent rond de kerst. Ik heb hier in zuidelijk Afrika een hele zware tocht op zitten. Van ruim 2 maanden door Botswana en Namibië. Ik voel me ingewanden nog van die duizenden en duizenden kilometers off-road. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Ik wens jullie hele fijne dagen toe. En een gelukkig nieuwjaar in alle gezondheid. En hopelijk ook met de nodige vakanties of fijne reisjes. Hé jongens, de groeten vanuit Mozambique van Henk. Doei doei. Goeiemôre allemaal, een hartelijke, geseënde, voorspoedige kersfeest en een nieuwe jaar en ons mis jullie baie, ja. Groetjies! Nou, ik denk dat iedereen dat wel begrepen heeft. Hey jongens, groetjes vanuit Mozambique, van Annemarie en van Henk, van doei. Henkie. Doei. De koe zegt moe. En dit is de wagen van Annemarie. Die is gek op koeien. En zo kamperen we hier. Heerlijk beschut. En dat is wel prettig, want het kan hier 's middags en tegen de avond flink hard waaien. We hebben het luifel uitgezet. Het is oudejaarsavond 2019. We gaan een oudejaarsavondbraai beginnen. Chefbraai vanavond is Annemarie. En die heeft zo net een paar bomen in. Oh nee. Die heeft zo net een paar brokken hout in vuur en vlam gezet. En schuin achter de caravan het vuur voor de braai. Nou, als dat geen smullen wordt op oudejaarsavond. In de keuken wordt hard gewerkt. Er wordt nu de vaat gedaan. Een vaat van 4 dagen werd wel eens tijd. We zijn inmiddels een uur verder. Het hout wil niet zo goed branden, want dat is kennelijk een keertje wat nat geregend. Ja, warm is het zeker. Chef Brei komt aanlopen. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja, ik schuif hier die natte hout. Het natte hout. De caravan staat hier wat scheef. Maar gelukkig kan Annemarie overal heel goed bij. Vooral met behulp van dat krukje. Ja. Ja, normaal staat ze op de grond, maar dan komt het keukenblok tot aan haar kin. Annemarie, vertel eens, wat is dit voor vlees? Dit is sousaties. Sousaki. Sousaties. Sousaties. Dit is hoender. Hoende, kip. Kip, wat in een heerlijke sausie geleef was voor een paar dagen. Ja. En op een stokje gereig. En toen ons het gekoop en gevries. En hier lijkt voor mij nou een chorizo type van een worsie. Met spek buitenom gerol. Ook in een ander type sausie. Dit lijkt voor mij nou een soetsier sausie. En dit is dan ook achterna op een stokje gerol. So ons gaan nou wacht en zien hoe lijkt het op die eind. Ja, dit wordt dus van 2019 ons laatste avondmaal. Absoluut.